Nee, ja, nee. Hey, shit man, je hebt hem niet gehaald. Hé, hey, wat jammer man. Dagelijks HD. Jullie mensen, dagelijks HD en welkom terug naar je nieuwe build-off. Natuurlijk was de vorige aflevering was een beetje apart geëindigd. Dat kwam omdat de server kapot was. Maar ja, de server is nog steeds kapot, want ik ben hier samen met de enige echte Duncan. Hoi. Hey man, we zijn een beetje alleen hier zo, vind je niet? Het is wel heel kaal hier. En het is ook gewoon vet groen. En daarnaast ben jij ook gewoon dat heel erg groen. Wow, ik ben gecamoufleerd. Hey. Heel erg geen camouflage. Ik draai hem echt om. En gewoon zonder, en draai ik hem om en heb je hem ineens op. Wat, hè? Huh? Zie ik er anders uit dan? Nee, niks aan de hand. Maar niks. Okay. Ja, ik dacht van, zit er een puistje op mijn neus of zo? Maar... Nee, geen puistje. Okay. Geen puistje. Okay. In ieder geval, ik heb laatst gezien dat Milan een video had geüpload van de plot van een kijker. Trouwens, heel erg leuk. En de titel daarvan was Mario Parkour. En ik dacht bij mezelf, hey, heel veel mensen tegen mij hebben gezegd, Link, doe hem in de build af, onderwerp Mario. En parkour is altijd hartstikke leuk. Dus ik dacht, laat ik ze combineren, net als bij Milan. We gaan gewoon een Mario Parkour maken. Maar, ja. We doen natuurlijk een twist. Mensen komen om ons te beurten. Gaat zo meteen in 2 minuutjes gaat hij wat maken en dan moet iemand anders verder gaan maken. Ik ga tegen je zeggen dat je tijd nu in is gaan. Mario zei toch? En parkour. Mario. Oké, wacht. Oh god. Ik wacht. Ja, je wacht heel goed. Dat vind ik heel Heb ik goed gewacht? Ja, wat ga je maken, Duncan? Oh, je weet toch wel van die pijpjes? Oh, jij houdt wel van pijpen. Ja, heel erg van pijpen. Lekker pijpen. In ieder geval, ik ben heel goed in pijpjes. Ga je een 3D maken of ga je een 2D maken? Ik ga het wel 3D maken, want 3D is wel heel mooi. Maar ik bedoel echt 3D als in van, je gaat uiteindelijk ook hierheen springen? Wacht, wat bedoel je? Ik kan zeg maar zo 2D doen dat ik bijvoorbeeld zo aan het kijken ben. Hoe bijvoorbeeld iemand aan het parkour is. Dat is ook wel cool. Ik zeg maar de old school Mario, echt 2D, zo een parkour zou... Oh, gaat hij ook ondergronds? Ja, hij gaat gewoon ondergronds. Dan kom je hier weer uit. En dan moet je gewoon hier zo omhoog met zeg maar, zo'n standaard dingetje. Uh-huh. Hoe lang heb ik nog eigenlijk? Je hebt nu nog precies een minuutje. Oké. Dus dan moet ik even heel goed verzinnen wat ik hiermee ga doen. Dan heb je hier zo'n vlaggen dingetje. Dus moet ik even fences hebben. Nee, je kan ook van die andere bars gebruiken, hè? Van die iron bars. Ja, maar vind ik niet zo mooi. Nou. Dit mooier. Het is een houten paaltje, dus dat vind ik mooi. Oké, dus hier heb je dan de vlag. En dan moet je gewoon weer met dingetjes omhoog. Want zij moeten dit verder bouwen, toch? Dit moet het verder bouwen, ja. Parkour moet uitgebreid worden. Moet wel duidelijk zijn. Dus even zien, dan moet ik hier weer even een dingetje maken. Dus dit is zeg maar een checkpoint of het finish? Dit is niet echt een checkpoint, maar gewoon een leuke decoratie, weet je wel. Zij een beetje een idee hebben wat ik wil gaan doen. Mm-hmm. En eigenlijk wat ik dan stiekem hoop is dat zij het weghalen en dat ze het aan het einde plaatsen. Of met World Edit of zo, als dat erin zit. Dat zit erin. Je hebt trouwens al 10 seconden. Oh, oké. Ja. Maar ik moet toegeven, het ziet er tot nu toe best wel cool uit. Dankjewel. Kijk, ik ga gewoon niet meer verder bouwen, want ik weet toch dat ik niet genoeg tijd heb. Oké, want het is ook voorbij, man. Yes. Jij hebt het goed gedaan, man. Dankjewel. Vind je het mooi? Ik vind het tot nu toe heel erg mooi. Ik zie het er gewoon in voor, weet je. Uiteindelijk moet gewoon iemand even gewoon hier zo'n mooie muur achterzetten, weet je wel. Ja, ik wil het toen nu nog even proberen, hoor. Of die haalbaar is überhaupt. Oh, is het misschien... Ah, nee, wacht. Dat is niet echt een slim idee. Kijk, dan doen we zo. Bloep, bloep, bloep. Sound effectjes. Ja, hoor. Lekker sound effectjes maken. En... Oei! Oh. Bijna. Ik viel dood. Maakt niet uit. En dan gaan we over de pijp heen. Trouwens, je moet wel even zien hoe leuk het eruit ziet als je zo meevliegt, terwijl ik dan hier overheen loop. Oké, ik doe het. Dat is echt leuk uit. Dit lijkt echt op Mario, joh. Oh, jee, we zijn er. Hey. En normaal gesproken komt Mario uiteindelijk ook weer uit een pijp, weet je wel? Ja, maar dat is details. Dat is voor de volgende. Oké, en omdraaien. Hé, ik ben geland. En hier ook weer in... Link. Hey. Doei, Duncan. Doei. We gaan door naar de volgende. Joost, welkom, man. Hoi. Hallo, weet jij al wat wij gaan maken? Ja. Wat dan? Dit is Mario. Man, goed geraden. Maar dan natuurlijk wel een beetje Minecraft parkour erin, weet je wel? Ja. En dit heeft Duncan in 2 minuutjes gemaakt. Vind je dat knap? Doet hij goed. Ja, hè? Ja. Dat vond ik dus ook. Maar jij bent natuurlijk wel een goede Mario-kenner. Ja, tuurlijk. En jij weet natuurlijk extra dingetjes toe te voegen, foefjes, et cetera. En je weet bijvoorbeeld, net als ik, dat als jij een pijp ingaat en de underground world ingaat, dat je ook weer een pijp uitkomt om weer naar de overworld te gaan.
toch? Ja, ja, dat klopt. Dus dat is bijvoorbeeld iets wat Duncan nog niet heeft gemaakt, maar dan kan jij aan verder werken. Oh, oké. Ja, dat kan ik wel. Ja, ja, dan gaat jouw tijd nu in. Oké. Dit zijn vraagtekenblonkies. Oh. En dan deze moet ik hebben. Dit lijkt wel het meeste op zo'n grijs, op zo'n bruin blonkie, denk ik. Ja, maar zijn ze springbaar haalbaar? Hè? Ja, dat hoeft niet. Ja, maar dit is... Kijk naar hoe groot die buizen zijn, man. Dat is toch... Ik kan me niet bij, Joost. Ik krijg mijn munties niet. Ik wil mijn munties. Ik haal hem wel lager. Eén lager, ja. Kijk, dan kan ik zo... Pling, 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 pling. Goed zo. Link, lekker plingen. Lekker plingen. Zo, heb je daar nog wat van die dingen? Kijk, hopsakee. Mooi hoor, mooi. Zo het werkt, toch? Ja, zo werkt het. Wat vind je van de pijpen design? Ja, het is een mooi designtje. Ja. Een mooie Duncan houdt al van pijpen. Ik merk het. Ja, mooi, ja, hè? Dat vindt hij echt lekker. Ja, wat lekker. Lekker. Wat vind je lekker? Ja, nee, alles. Chocola. Ja? Oh, chocola. Ik ga even naar je toe, Joost. Bloop, bloop. Ga je naar me toe? Hallo. Bloop, bloop, bloop. Oh, een ja, heel mooi. Ja, dat is hoe het werkt. Dat is mooi. Ja. Weet je wat je dan heb je geskipt? Mm-hmm. Deze gap van een lava. Dat kan ik daar niet doen. Mag nee, even. Dat kan je daar niet doen. Hier, zie je? Oh, heel gevaarlijk. Dat is wat je skipt. Joost, hij stroomt. Hij stroomt. Joost. 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 Hij stroomt niet. Oké, het is opgelost. Goed zo, toch? Ja, prachtig. Oké, dit is een checkpoint hier. Dat is duidelijk te zien. Ja. Maar het is niet de... Even kijken. Het einde. Ik heb trouwens slecht nieuws voor je. Dus ik heb nog 2, 1 en 0. Wat is dit nou weer? waarom nou, Link? Je had 2 minuten, Joost. Ja, dat is veel te kort. Hoezo? Ja, kijk nou wat Duncan heeft gebouwd. En ik heb alleen maar... Oh, Jezus, Joost! Jezus, nee! Nee! Ja, weet je, ik wil het redden, Link, maar ik mag niet meer bouwen, het spijt me. Oh nee! Oh nee! Insert doodgaat Mario muziek. Ja, maar ik ben gelukkig de bouwuitmeester en ik mag wel wat doen. Lekker. Beschermen. Terwijl ik, als je niet kijkt, dan bouw ik hier even een vlag. En dat is geen. Checkpoint is wel heel hoog hoor. Checkpoint is wel heel hoog. Maar het even wat lager. Maak me wat lager. Oké, voor jou hè. Alleen omdat jij bent. Ik heb het einde gemaakt. Nou, mooi hoor. Toch wel wat bereikt in deze aflevering. Ja, precies. Maar dan moet er nog iemand nog komen. En deze pijp is trouwens heel erg gevaarlijk, Joost. Ja, klopt. Wil je hem proberen? Ja, ga maar eens in de pijp. Oké. Doei, Joost! Tot de volgende! Woe! Hallo, Ronald. Hallo, wat is de bedoeling? En wij, of in ieder geval jij in dit geval, hebben samen met Duncan en Joost gaan jullie een Mario parcours maken. Een Mario parcours? Alleen, je moet dus verder gaan maken. Uh-huh. En je hebt daar 2 minuten voor. 2 minuten, maar waar begint hij? Nou, kijk, dat is sowieso het einde. Dat heeft Joost gemaakt. Dat daar is een checkpoint. En het begin is er eigenlijk nog niet. Kijk, Duncan is hier wel begonnen. Maar het betekent niet dat het het begin is. Nee, inderdaad. Weet je wat? Ik mag game mode aandoen, toch? Ja, natuurlijk. Oh, thanks, bro. Oké, weet je wat we gaan doen? Dat weet ik niet, maar je tijd gaat nu in. Oké, we gaan gewoon proberen heel snel een kasteeltje te maken met dit steen. Want je begint meestal in Mario in een mooi kasteeltje. Oh. Oh god, we hebben echt maar 2 minuten, dus verschrikkelijk. Ja, je moet even een klein kasteeltje maken. Ja, ja, zo. Een mooi kasteeltje. Meestal de kasteeltje ook altijd bij het einde, weet je wel. Achter de vlag. Maar misschien is dit het einde wel. Dat het gewoon één zo'n inception is. Man, ik hou niet zo van incepties. Hou je van mij? Ik hou wel een beetje van. Dan hou je van incepties. Oké. Rustig aan. Zal ik hier even glas plaatsen zo? Ja, thanks. Nou, dat is niet meer symmetrisch. Oh, nu wel. Maakt niet uit. Het kan gebeuren. Zal ik je maar gewoon even meehelpen dan? Maar we hebben een mooi beginnetje gemaakt voor hem. Ja, dat is waar. Dat hij lekker verder kan met het kasteeltje. Huppakee. Hoe lang hebben we nog? Je hebt nog 42 seconden. Oké, we gaan... Ik help je. Thanks voor je hulp. Ik kan... Ja, ik weet dat je me kan waarderen. Bam! We hebben gewoon binnen een paar minuten een kasteeltje gemaakt. Mon. Hij is niet symmetrisch. Ronald. Nee. Denk aan de kinderen. Ja, dit is dan ook niet symmetrisch. Godsamme, Ronald. Ja, oké, nu is het heel goed. En we hebben snel een troontje. Een troontie? Je hebt nog 12 seconden. Maak wat. Oh, een rode loper. Maar wel een grote rode loper. Net zo groot als mijn zwans. Net zo groot als je zwans. En 1 seconde en... Holy shit. Hij is gemaakt. Wat heeft Joost dan allemaal gemaakt? Joost heeft echt geen zak gedaan. Duncan had echt fucking veel gedaan. Maar wat heeft Joost dan gedaan? Joost heeft letterlijk...
Oh, dit? Kijk, het gaat over Joost, het gaat al regenen. Nee, hij heeft de vlag gemaakt. Ja. Ik heb deze vlag al ingekort, want dat was normaal gesproken de finish. Yes. En hij had hier lava geplaatst, maar toen ging de pijp in de fik. Dus toen heb ik hem even die andere meuk bijgezet. Ik hoop dat je trots op mijn werk bent. Ik ben best wel trots. Je hebt wel wat gedaan. Ook heb ik wel meegeholpen, maar het is wel goed. Ja, ik had je hulp wel nodig, want het was wel een goed ideetje. Maar dit is dus het begin. Je begint gewoon op een troon. Mm-hmm. Dan ga je hier overheen, zo huppakee. Ja, zo. Jij durft wel. Ga je hier over. Checkpoint. Oh, je bent dood. En dan... Doei, Ronald. We hebben hier de kandidaat, enige echte trainman. Wat zie jij tot nu toe al wat hier gebouwd is? Ja, maar ik word ineens voor het blok gezet. Ik vraag alleen maar... Ik heb mijn script nog niet eens gekregen en je begint al. Hier, wacht, ik heb het script voor je. Oké, ja. Sign bij mij hier, alsjeblieft, je script. Lees hem goed door. Ja? Hey, wat leuk gemaakt. Nou, moet zeker een master builder zijn geweest of zo, hè? Nou, tijd voor mij om in te springen. Ik ben er klaar voor. Oké, ik zou vertellen wat de bedoeling is. Er is hier een Mario parcoursje gemaakt. En aan jou de eer om hem zo mooi mogelijk te maken. Jij maakt het eindproduct hier. Wacht, heb ik wat gemist in het script of zo? Oh, misschien. Ja, je moet hem gewoon mooi afmaken. Ja, maar hij is af. Vind je? Wat is er? Ja, maar dit is toch... Kijk, wat is het begin? Dit is het begin. Dat is het begin, ja. Je begint op je troontje. Ja, maar het vlaggetje zit daar toch ook al? Ja, maar het mag toch wel mooier. Je hebt degene die het mooi kan maken. Wat maar? Maar hij... Wat? Ja, ik begrijp het niet. Ja, kijk hier, hoppakee. Ja, maar maak het dan moeilijker. Weet je wat? Ik laat je tijd maar gewoon gaan. Amateuristisch. Ja, nee, ik laat de tijd gaat nu gewoon in. Maak hem moeilijker. Ja, kijk doe nou dan. Ja, je tijd is al... Yeah, hoe tijd heb ik hier tijd voor? Je tijd is al ingegaan. Ja, maar ik weet niet eens wat ik moet doen. Maak het moeilijker. Jezus. Nou, hou eens op. Moeilijker. Ja, oh, ja, ja. Nu kan je hem niet meer halen. Ik zei niet onmogelijk. Ik zei moeilijk, ja. Jij maakt ook onmogelijke dingen. Zoals? Nou. Doe eens even normaal. Ik weet niet wat ik moet doen, hoor. Je hebt echt niks gedaan. Ja, dat is omdat het moeilijk is. Kijk, hier. Ik doe dit. En dan moet je zo. Nou, dit is wel cool, hoor. Dit is wel vet. Ja, is het vet? Vet, cool. Heel goed bezig hier. Dat is wel vervelend hoor, wat je nu doet. Ja, dat is naar. Alleen weet je, je moet soms gewoon blij zijn met de dingen die je krijgt. Moet jij deze uiteindelijk gaan doen of zo? Ja, ik ben wel van plan om uiteindelijk te halen, ja. Oh, ja, dan haal je hem niet. Nou, dat is echt gemeen. Ja, Oké, maar als je hem echt wil halen, ja? zit hier World Editor? Ja. Denk ik, ja. Nice. Nu moet je helpen met graven. Ja, ik help hem met graven, ja. Jezus. Jee, wat een laf parcours dit. Ja. Ja. Is het nu al klaar? Nee, we gaan even langer doen hoor. We gaan het even goed doen nou. Uitgraven die handel. Ik ben al bezig, meester. Kijk, nu zijn we gewoon samen bezig. Ja, het is wel gezellig, hè? Nu is het eindelijk een keer gezellig. Jezus. Ja, kijk, nu ben je goed bezig. Goed zo. Lekker, Link. Ja, goed hè. Lekker. Hoeveel minuten had je erop opgezet? Of 1 of zo? Nee, 2. Ik was gunner. Jezus. Ik was een gunner. Ja, maar nu gebeurt er tenminste iets. Ja, we zijn wel productief bezig. Zal ik ook even helpen met de pijpen? Nou, ik niet zo van, maar toch helpen. Ja, je houdt wel van pijpen. Ik zeg net dat ik er niet van hou, jaar. Nee, we je vindt dat leuk. Nee. Wel. Kijk, ik heb hier wat gedaan. Ik heb wel iets moeilijker gemaakt. Kijk. Mm-hmm. Ja, dat is heel moeilijk hoor. Ja, dat is godsamme. Moeilijk. Oké, nu gaan we de lava neerzetten. Ik hoop niet dat de dingen kapot gaan. Zo, lekker. Oh, wacht, nee, hier. Oh, hier nog. Oeh, hiertje bijna. Ja, nee. Oh my god. Oh shit. Nou, nu is het nog moeilijker. Nou, dat was echt het. Echt goed, ja. Dat was het. Bedankt. Kijk, ik heb dus eigenlijk 3 elementen toegevoegd. Mm-hmm. Niet in de eigenlijke tijd. Hier, laten we er even doorheen gaan. Niet springen, want dan probeer je helemaal. Dus je gaat hier zo. Ja. Ja. Zo. Nou, dan moet je hier doorheen. Ja. Nou, dan ga je hier of eromheen. Wow. Of je moet onderdoor. Ja, wacht, dat mag één en dat mag niet. Dat is niet de bedoeling. Dat was wel skills hoor. Ja, dus, ja dat was echt skills hè. Mm-hmm. Dus ik vind dat je hier doorheen moet. Dus ja. Ik heb dit maar even afgeblokkeerd. Want nu kan het niet meer, zie je? Ja, dat kan niet meer, nee. Jezus, dat was echt...
Waarom kon dat? What the fuck? Nou, in ieder geval, ja? Kijk, hier kan je dan ook niet meer hierop. Dus oh, jezus. Je moet dan hierop en dan moet je hierheen. Dus, daar en daar. Maar dan kan je niet de top van het vlagje meer halen. Dat is wel jammer hoor, dat moet er even voor kunnen hoor. Ja, dus dan moet je maar iemand anders voor vragen. Ik weet niet, oh, ben ik de laatste? Jij was de laatste. Oh, jezus, ja. Jezus, dat is veel te makkelijk. Jezus. Veel te makkelijk, zegt hij. Dit is veel te makkelijk. Jee, het moet zo'n parcours zijn waar die 16 keer over moet. Kijk, hier zit nog niet eens wat tussen. Jezus, nee, we zijn nog. Oh, het staat in de fik. Oh, het staat in de fik. Hoe kan de granite nou in de fik staan? Oh, nee. Ja, er zit nog hout onder. Ja, wat wil je dan, Jer? Ja, moet ik je nou serieus nemen of niet? Nee, kijk. Weet je, ik heb een soort van ideetje. Oh! Je mocht hem helemaal niet proberen. Oh, ja, ik kan hem even testen. Ik heb hem gefixt. I was wondering, what's your maximum amount of deleted range? Ik heb hem gehaald. En dan, ja, volgens mij kan ik hem nu halen. Ja, maar dat ga ik niet proberen. Ik ga het proberen. Oh, yeah. Oh. Moet ik nou naar jou gaan zitten kijken hoe je hem gaat doen? Dat vind ik echt laf. Nou, wil je dat niet? Jawel. Oh, je wilt wel kijken hoe ik het doe? Mm-hmm. Nou, ik ga het proberen. Ga ik wel uit game mode, want dat telt niet. Ja, je moet in survival, en als je dood gaat, moet je hem helemaal opnieuw doen. Oh, jezus. Nou, hier, daar gaan we dan. Oh, nou, we gaan Mario spelen. Als je hem in één keer haalt, ben ik echt disappointed in iedereen. Wie heeft die allemaal meegewerkt? Nou, jij hebt er aan meegeholpen. Duncan. Ik heb het meest gedaan natuurlijk, En je hebt Joost gehad. Ja, Joost kan ook niks in. En Ronald. Ja. Ronald was ook. Oké, nou, Ronald is ook raar. En dat was het? Jezus. Wat? Wat nou, Jezus? Jezus heeft niet meegeholpen, hoor. Oh, het staat hier in de fik. Dat is ook gevaarlijk. Ja, de bedoeling. Oh, nee. Ja, dat is echt eng. Laat dit in één keer halen. Dan is het echt... Lekker! Hoppakeetje! Oh, waar ben ik? Niet in één keer. Welkom bij de mierenmap. Nee, de mierenmap! Oh, nee! Spoilers, TP me, Jer. Ik ga hem nog een keer doen, Jer. Hier, watch me. Nou, je hebt in ieder geval niet die single gedaan. Je hebt niet in één keertje gedaan. Dat vind ik wel jammer, hoor. Maar ik kom wel ver. Inderdaad, jammer. Alleen, kijk nou hoe lang je daarover doet. Ja, het is echt tijd zenuwslopend. Zenuwslopend. Jongen. Ik heb nog één extra element als je hem niet haalt dadelijk. Oh, jemig. Ik hou er niet zo van die elementen. Ja, van die jumps. Ja, je kan ook ervoor gaan, hè. Je kan ook rechtdoor gaan. Ja, en ik ga wel proberen. Ja, maar hoe dan? Ja, maar hoe dan, weet je? Ik kan het even pogingkie wagen, hoor. Ja? Pogingkie. Ja, dat gaat het niet worden, of wel? Nou, als ik die daar neem... ik zie je ook rennen in dat zompige stukje. Daar ga ik. Oh, F5 kan niet. Ja, nee, yeah, hond! Nee, ja, nee! Shit, man, je hebt hem niet gehaald. Hé, wat jammer, man. Ik vind het niet meer leuk. Nou, de laatste poging zeker. Oh, hij staat hier in de fik. Hij staat hier in de fik, hieronder. Yeah, haalt ja, weg. Ja, fikkie. Ik hou niet van fikkie. Nee, je mocht het niet uit... Terug. Oh. Nee, je speelt vals nu. Nee. Vals spelen is voor hondjes. Dikkies. Hoppakee. Nee. Oké, nou, wacht ik even tot ik geblust ben. Maar de tijd tikt door! Oh, nee. Geen nummer 1 meer op de Mario Maker. Die was gewaagd. Nou, wat gaat hij doen? Nou, ik ga hem gewoon weer zo... Oh, kut. Terug. Oké, ik heb het gehaald. Je hebt hem nog niet gehaald. Nee, Jer! Yeah! Je doodde me eraf! Je doodde me eraf! Duwde ik je eraf? Dan ga ik Mario Maker geef je ook niet na 3 keer op. Hoppakee, doorgaan. Nou. Ja, ik confronteer je even. In mijn eigen game. In je eigen game. Jij wilde dat we dit maakten. Ik heb hier alles gedaan. Ik zal je niet meer eraf duwen. Ik laat alles aan jou over. Ik ga je niet meer blokken. Maar nu is het gewoon ru. Ja, oké. Nou, ik ben je mee. Ja? Wat is er, zei je? Niks. Dan ga ik. Ja, ga je look at me. Jer? Oh, wees me bepiempeld. Daar ben ik echt helemaal klaar mee. Ik ga je niet meer bepiempelen. Oké. Dan ga ik. Nee! Burner! Yay! Hij ging niet eens voor de parkour. Wat voor een... Jezus. Ja, nee. Ging er niet voor. Ik heb het gehaald. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Hier, stop. Nee, stop. Oké. Nou.